Het kan er bij Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, niet in dat enkele burgers haar een ultimatum hebben gesteld. Deze burgers hebben haar per brief gevraagd hoe het komt dat bij 537 van de 650 processen verbaal van kiesdistrict Paramaribo de handtekeningen van het stembureau ontbreken. Silos van Dijk zegt dat uit de vraagstelling blijkt dat de mensen niet weten hoe een procesverbaal is samengesteld. Je hebt op de eerste pagina altijd de namen met uitslagen, met hand geschreven, want ze hebben geen computer en printer op het stembureau. En ook geen typemachine. Ja. Dus het wordt gewoon met de hand geschreven. Dan volgt daarna een aantal bladen die ingevuld moeten worden. En een aantal kiezers, ongeldig, noem maar op. En dan wordt de laatste pagina ondertekend door alle leden van het stembureau. Zo ziet een PG eruit. Ja. Model 7 begint, dat is van DNA. Het begint ook met de partijen en de hoeveelheid stemmen die op de partijen is uitgebracht. Of met de namen, I'm not so sure. Maar in ieder geval kan je daaruit lezen, allereerste oogopslag. Wie daar op het stembureau gewonnen heeft. Dat eerste blad is het blad dat opgeplakt moet worden. Van dat eerste blad hebben wij een foto gemaakt. Ja. Dus wanneer de burgers dit stellen, dan weten ze ook niet hoe een procesverbaal eruit ziet. Dus hun stelling, hun uitgangspunt, dat het raar is en een onwettelijke, weet ik veel, en ze verwijzen naar artikelen, correcte artikelen. Maar omdat ze niet weten hoe een procesverbaal is samengesteld, kreeg je dan de conclusie dat wat wij gepubliceerd hebben, onwettig is of niet, zoals ik het heb uitgedrukt. Dat is één. Twee, wil ik hierbij stellen, dat als er geen ruis was, doordat Binnenlandse Zaken meende uitslagen, de voorlopige uitslagen, ze moeten stopzetten om hun moverende redenen. Ik heb nooit de reden echt gehoord. En ik heb ook nooit gehoord waarom ze niet zoals alle jaren, al die jaren dat we verkiezingen hebben. Gewoon het rauwe materiaal dat te zien is op onze website. Niet gewoon gepubliceerd hebben, gestuurd hebben naar de pers. Precies. En dan krijg je ook de voorlopige uitslagen. Dat houdt mensen rustig. Ja. De OKB-voorzitter zegt dat het publiceren van de PV's rust heeft gebracht in de ruis die er was rond het hoofdstembureau Paramaribo. Ze benadrukt dat de foto's die zijn gemaakt bestemd zijn voor het archief van het OKB. Verder is er ook voor Van Dijk-Silos niets aan de hand en heeft zij geen zin om te reageren op het ultimatum van 5:00 vanmiddag. Ja. Je niet bij je eerste schrijven. Precies. Dat je mensen een ultimatum geeft, dat is brutaal en zeker als duidelijk bleek dat er in feite niets aan de hand is, maar dat ze gewoon niet weten hoe het in de praktijk eruit ziet. Verder geven ze aan dat het voor 5:00 moet, want het Centraal Stembureau heeft morgen haar openbare zitting. Ja. Dat geeft ook weer aan dat men denkt dat het Centraal Stembureau de cijfers van ons kreeg. Wij zijn geen becijferingsinstituut. Hmm. De instituten die becijferen zijn het stembureau, die telt, die neemt de stemming op, die telt de stemmen. Het hoofdstembureau controleert die telling en het Centraal Hoofdstembureau controleert de hoofdstembureaus landelijk. Ja. Zij OKB becijfert niets. Dus al dat al geeft aan dat we te doen hebben met mensen die menen iets te weten of whatever ze denken. En iets te gevonden te hebben op het OKB, of dat we zomaar dingen hebben gepubliceerd. Ja. Enzovoort, als het zomaar was, als wij het zelf hadden geproduceerd en zomaar cijfers hadden ingevuld, met andere woorden bedrog hadden gepleegd en doen alsof het van de stembureaus was, dan zou het niet zo gelijkelijk zijn met de uitkomsten van de rest van het land. Ja. Maar dat is wel opvallend. Ja, want en nu is het zo dat morgen inderdaad het CAS zal vaststellen. En dan is het de beurt aan OKB. U bent al helemaal voorbereid? Ja.
Ik ben vorige week begonnen. Ik dacht, laat me een beetje vooruit werken. Laat me niet wachten op CAS. En dat, omdat de tijd dringt, hè. Ik ben echt ervoor om de constitutionele periode aan te houden. Daar moeten we allemaal, al moet je nek breken, bij wijze van spreken, moeten we ons eraan houden. En daarom dat ik vooruit ben begonnen. Ook de kwestie van de zes stembureaus die verkeerde resortbiljetten hadden. Ook bekeken. Mm-hmm. En wij houden vrijdag houden wij onze openbare zitting om 11 uur in de ballroom te raden. Okay. En het zal waarschijnlijk uit twee delen bestaan. Mm-hmm. Deel 1 vrijdag aanstaan, dat is het assembliegedeelte. Yeah. En eigenlijk de rest van het land behalve. En alle resorten van Paramaribo behalve 2. Mm-hmm. Omdat we daar de bureaus moeten gaan opengooien om te kijken wat er precies is. En hopelijk dat we zo eruit komen en dat we niet hoeven te herstellen. Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het OKB. Ze verduidelijkt dat niemand rechten kan ontlenen aan de gepubliceerde PV's, omdat het onafhankelijk kiesbureau niet aan becijfering doet.